Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkens en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een video voor jullie waar ik heel veel zin in heb om dat met jullie te delen. Want ik had deze schaal besteld en ik wist dat hij mooi was. Maar toen ik hem uit de verpakking haalde, dacht ik alleen maar, wauw, hij is nog mooier, groter en luxer dan ik dacht. Hij is gewoon echt prachtig. Dus zin om met jullie te delen. Heb jij er ook zin in? Doe nog vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik altijd als ik weer iets heb opgenomen. Of als er nieuwe dingen zijn die online zijn gekomen. Of aanvullingen op pakketten. Dus daar kan je me ook zeker volgen. Zeker leuk. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En mocht je iets in een andere kleur willen qua snijbloemen, kan je dat ook aangeven. Daarnaast ga ik vandaag een bloemstuk maken waar ook bolletjes in zijn verwerkt. Er zijn sommige mensen allergisch voor hyacinten aan. Heb je daar nou last van, kan je dat in een notitie aangeven. Dan krijg je vervangend product. Goed, en dan gaan we gauw beginnen. Want kijk. Wat een prachtige schaal. Hij is heel zwaar. Dus, maar wel echt heel tof. Kijk dan hoe mooi op een tafel of op een kast, een dressoir. Ik ga hem zo maken dat hij lang houdbaar is. Dus dat je er heel lang van kan genieten. En eventueel makkelijk verse bloemen kan toevoegen. Maar dat hoeft niet. Dus daar kan je zelf voor kiezen of je dat dan elke keer ververs. Maar je kan er in ieder geval heel lang op tafel laten staan. Heel lang van genieten. Ik ga hem mooi robuust opmaken. Ik heb ook mooie stenen, windlichten. Ja, het is echt. Ik heb er wel zin in. Goed, ik hou je even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Nou, de schaal is dus echt prachtig. In het midden zetten we deze prachtige windlichten. Echt heel erg mooi. Ik zal het kaartje ook even afhalen. Ik heb die dus in het groot en in het klein. En dat brengt gelijk sfeer in het stuk. Ik wil graag met voorjaarsbolletjes werken, want dat vind ik gewoon leuk in deze tijd. En je kan ze wat langer op tafel hebben staan, je kan ze ook makkelijk weer vervangen. Je haalt eventjes het potgrond er aan de onderkant af. Tenminste, je kan het helemaal doen. Je kan ook een klein beetje zand erbij onderlaten, dat maakt niet zoveel uit. Maar de schaal blijft wel iets schoner als je ze gewoon helemaal schoon maakt. Goed, als je dat hebt gedaan, kunnen we verder gaan. Ik wil er straks ook verse bloemen in verwerken. Dus ik heb een klein kransje. Daar heb ik de helft van gepakt. En dan nog een keer door de helft. Zodat ik die om de windlichtjes heen kan zetten. Je kan eigenlijk zelf bepalen waar je hem neer wil zetten. Je kan ook twee aan één kant. Dat is juist het leuke ervan. Je kan het ook aan de zijkant van de schalen doen. Je kan alle kanten mee op. We gaan even kijken. Misschien zal ik ze straks nog wel ergens anders neerleggen. Maar voor nu vind ik dit leuk. Doe ik er ook wat mos bij. Dat verdeel ik ook. En ik verdeel de bolletjes in het stuk. Je kan ze als groepjes bij elkaar leggen. Je kan het ook verdelen wat je zelf mooi vindt. En je kan dus nog gerust nog een beetje schuiven. Dus hoe jij het zelf wil. En je kan ze rechtop zetten, maar je kan ze ook best plat neerleggen. Dat mag ook. Dat is ook prima. En dan leg je er ook wat schors op. Je hoeft hem trouwens niet helemaal te vullen, want de schaal is op zich ook al heel mooi. Maar het geeft wel een mooi natuurlijke sfeer. Ik vind het nu echt al prachtig. Dan gebruik ik een handje schors. En ik gebruik fijne en grove schors. Die leg ik erbij tussen. En jongens, kijk hoe leuk dit al is. Ik vind het nu al mooi. Echt prachtig. Eventueel kan je de windlichtjes ook gebruiken als potje. Dus daar de bolletjes in doen is ook heel erg leuk. Maar ik leg ze er meer omheen. En dan kan je hier eventueel een kaarsje branden. Let op dat je geen mos of dat soort dingen dan in het kaarsje houdt. Dan heb ik mooie takken.
Een mooi bonsaizak. Die wil ik er ook nog even in verwerken. Mooi, een beetje robuuster. Je kan hem wat meer in de lucht doen. Je kan hem ook neerleggen. Kijk ook hoe het mooi bloeit bij jou. Dan heb ik ook nog een mooie mosstak. Ik denk dat ik die liever even door midden wil. Dat doe ik er met een beetje grof geschut. Je kan hem ook in het geheel verwerken wat je zelf mooier vindt. Maar hout maakt hem altijd een beetje grillig en dat vind ik leuk. Nou, en dan hebben we de basis gelegd en dan kunnen we nu nog verse bloemen toevoegen. Eventueel kan je hem ook al zo op tafel zetten, is die ook al echt prachtig. Dan gaan we verder met de snijbloemen. Ik gebruik mooie eucalyptus en ik maak hem vandaag een beetje op in het paarsig. Maar je kan ook andere kleuren gebruiken. Maar dit wordt veel aangevraagd, dus ik denk dat ga ik eventjes gebruiken. Ik leg even een basis met een beetje eucalyptus. Het droogt ook gelijk mooi in, dus dat is natuurlijk ook echt een voordeel. Paarse lysiantes. Ik gebruik ook altijd de knopjes. Vind ik juist heel erg mooi. Mocht je die er aan hebben zitten. Dan gebruik ik nog zuiderwindlelie en deze mag voor mij best wel wat hoger. En een disteltje. En je kan ook alles kort erin verwerken, dus als dit wat je zelf leuk vindt, ik breng er wat hoogte in. Maar zet je hem bijvoorbeeld ergens op een tafel waar je gewoon liever overheen kijkt, verwerk je ze er gewoon kort in. Dat is ook prima. En ook heel erg mooi. Wat ik ook echt voorjaar vind, zijn wilgenzakjes. Die kan je er ook gewoon mooi plat tussen laten lopen. Wat je zelf ook weer leuk vindt. Ik zeg vooral echt, doe je ding. En ik geef natuurlijk heel veel inspiratie, maar je mag het natuurlijk ook doen zoals je zelf leuk vindt. Dus het hoeft echt niet precies hetzelfde zoals ik het doe met elk takje. Dus speel daar gewoon mee, want op zo'n schaal kan je dat juist doen. En kijk waar je hem neer wil zetten is ook heel belangrijk. Zodat je er lang en leuk plezier van hebt. En ik vind Crasperia altijd echt ontzettend leuk. Dus ook deze verwerk ik erin. Ik had zo leuk speels. En echt met een paar grasjes, niet te veel, verbind ik het ene stuk met het andere stuk. Daarvan wordt hij heel, ja, wordt hij speels van en krijg je mooi diepte. Dan maak je hem net even anders, maar echt maar een paar grasjes. En als laatste voeg ik nog eventjes een roos toe om het helemaal af te maken. Mocht je er nu graag een Valentijnsbooster van maken, dan kan je dit snoer. Die staat al in onze webshop en hij wordt fanatiek besteld, want ik had hem ook in de toef gebruikt. Dan kan je deze met die echt super leuke hartjes. Die zou je er los omheen kunnen doen. Lijkt heel erg leuk. Daar krijg je een heel leuk zweertje van. Omdat die lampjes ook mooi klein zijn. Er is alleen een hele grote sticker aan zitten. Zo weer het afhalen. Hij geeft echt een heel leuk zweertje. En die kan je er heel makkelijk bij tussen leggen. Heb je een heel mooi Valentijnsbloemstuk. En die kan je er echt mooi zo bij tussen leggen. Dan lijkt het heel subtiel, maar heb je... Ja, dat is echt heel schattig gewoon. Die lampjes zijn echt schattig. Kijk hoe leuk.
dan heb je een mooi Valentijnsbloemstuk. Wat heel leuk is natuurlijk voor 14 februari. Maar wel iets wat je dan daarna ook nog leuk kan laten staan. En dit vind ik ook erg leuk voor Moederdag, deze lampjes. Maar denk je nou, ik wil echt al voorjaar. Dan zijn deze hangertjes ook leuk. Staan ook los in de webshop. Zowel de lampjes als deze hangertjes. Kijk, er zitten allerlei. Er zit een assortie in van verschillende houten hangers. Mooi neutraal. Nou, dan zou je die in de wilgentakken kunnen hangen. Of je legt ze bijvoorbeeld gewoon op de schaal. Dat kan ook. Er zit ook een andere. Oh, hier kan je een haasje van maken. Dat is ook leuk. Kijk, er zitten van die. Alle eitjes in verschillende soorten. Ook om volgens mij neer te zetten. Hier kan je ook nog een haasje van maken. Nou, die kan je dan eventueel ook gewoon los er zo bij opleggen. Is ook heel erg leuk, want het is gewoon neutraal. Je kan ze zo in die werkentakken hangen. Oh, dit is een vogeltje, denk ik. Ja, vogeltjes kan je er ook van maken. Het is echt een assortie. Dus heel erg leuk om bijvoorbeeld ook in zo'n bloemstuk nog te verwerken. Kan je ook eventueel later doen dat je mee bestelt. En dan echt met paarsen pas de haasjes en de, doe je nu bijvoorbeeld alleen de vogeltjes en later de eitjes erbij in. Ze zijn beperkt op voorraad, dus deze kan je los bij bestellen, net als de lampjes. Die staan los in de webshop. Nou ja, en dit is toch echt geweldig. Lang houdbaar, een mooie luxe schaal. Echt mooi royaal, groot. Je kan er lang van genieten. Hij is aan elke kant mooi, dus waar je hem ook neerzet, of je hem nou op een dressoir zet, op een tafel, op een eettafel, wat dan ook, hij blijft gewoon mooi. Het is ook heel leuk om op de grond ergens in een hoek te zetten, omdat je wel een beetje die hoogte hebt. Je kan er mooi op kijken, of een klein tafeltje. In ieder geval echt een prachtig bloemstuk. Wil je dit nou zelf graag maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen, of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik vind hem heel mooi. Vond jij hem ook leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en laat hieronder weten wat je van deze video vond. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en zie ik me de volgende keer weer. Doei!